van hoge verwachtingen, daar sta ik wel meteen blij van op. He, dus als iemand tegen mij zegt, nou Maurits, dat wordt wel heel lastig, dat is een stevige doelstelling, dan denk ik, yes, en nu gaan we aan de slag. Doelstellingen, ik maak het steeds kleiner vaak. Natuurlijk wil ik volgend jaar met de Nederlandse Olympische ploeg gewoon een record aantal medailles halen, meer dan Nederland ooit gaat. En natuurlijk wil ik dat. Maar ja, als ik dat erin gooi, weet je, daar gaat niemand harder van. Maar ik kan misschien wel net met mijn team dat kleine beetje erbij geven, waardoor er een grotere kans ontstaat dat ze die doelstelling haalt. Dus we hebben gehad doelstellingen, hè, de voorbereidingen, welk plan hoort daar dan bij? Ja, wij willen de grootste zijn, maar niet zoals Rusland dat doet. Met discutabele praktijken als het gaat zowel om coaching als om doping. Dus we respecteren ook de regels. Op die manier willen we dat. Daar staat Team NL voor. En we doen het samen. En we helpen elkaar ook samen winnen. Toen heb ik gezegd van jongens, dit is de realiteit. Jullie hebben gewoon, je grootste tegenstander zit naast je. En die zit niet bij Rusland of bij Amerika of wat dan ook. Het is zo. Kunnen we twee dingen doen. Je kan een muur optrekken binnen de ploeg en zeggen van ja, ik ga voor mijn medaille. Maar we kunnen het ook zo doen. Als jij mij helpt met het winnen van mijn medaille, dan help ik jou met het winnen van jouw medaille. Is dat de deal? En die gaat erin. Die gaat er bij al die sporters in. Want hun uiteindelijke doel is dat.